Hoe hoog zet je je voetenbankje en met welke kant naar voren? Er zijn twee versies van deze video. Een uitgebreide versie met het hoe en waarom, dat is deze versie. En een korte, snelle versie. Heb je de uitgebreide uitleg niet nodig? Kijk dan de korte versie. Ik heb een link naar de korte versie geplaatst onder deze video. Oké, de uitgebreide versie. Ten eerste, voordat je begint met je voetensteun, moet je zorgen dat je zelf op de goede hoogte zit. En je weet dat je op de goede hoogte zit als je bovenbenen evenwijdig lopen aan de vloer. Dus je rug is recht, je onderbenen staan rechtop en je bovenbenen lopen evenwijdig aan de vloer. Meestal is een keukenstoel zoals deze ongeveer al goed. En dat kun je eventueel nog een beetje bijcorrigeren met een kussentje om op te zitten. Of het aan- en uitdoen van je schoenen om je knieën iets hoger of iets lager te brengen. Nou, dan zit jij goed. En de volgende stap is dan om je gitaar op de goede hoogte te brengen. En daar gebruik je dan je voetensteuntje voor. Dan pak je je voetensteuntje en dan zet je hem ongeveer halverwege de hoogte die die maximaal kan zijn als uitgangspunt. En je voetensteuntje zet je dan voor je linker schouder. De hoge kant zet je van je af naar voren en de lage kant zet je naar je toe. Dus je hak komt straks op de lage kant van de voetensteun. Voetensteuntje zet je voor je linker schouder neer. Dan pak je je gitaar. En dan gaan we eerst kijken hoe hoog je je gitaar moet hebben. Dan duw je je gitaar tegen je borst aan, een beetje schuin, zodat de bovenkant van je gitaar ongeveer halverwege je borst komt. En ook zo schuin dat de hals van je gitaar ongeveer in een hoek van 45 graden loopt ten opzichte van je romp. Dan heb je de meeste bewegingsvrijheid voor je linkerhand. Nou, dan komt nu je voetensteun. Dus je hebt nou ongeveer de hoogte en positie van je gitaar. Dan zet je je linkervoet op je voetensteun. En dan kijk je wat er nou nog over is tussen aan de ruimte tussen je bovenbeen en je gitaar. In mijn geval heb ik nog wat ruimte over. Dus mijn voetensteun moet iets hoger. Mijn bovenbeen moet iets hoger. Ga ik doen. Ik zet mijn voetensteun in dit geval 2 trapjes hoger. Ik zet hem weer voor mijn schouder met de hoge kant naar voren en de lage kant naar me toe. Mijn hak zet ik weer op de lage kant. Zo. Ik zet mijn gitaar nou op mijn bovenbeen en nou zit ik goed. Nou heb ik de bovenkant van de kast ongeveer op het midden van mijn borst. En de hals loopt ongeveer in een hoek van 45 graden. Dus zo bepaal je de hoogte van je voetensteun. Je kunt je voetensteun of voetenbankje op 2 manieren neerzetten. En die tweede manier laat ik je nou zien. Deze manier namelijk vind ik zelf minder prettig om vanwege die hoek die nu tussen mijn voet en mijn onderbeen zit. Omdat die hoek zo klein is, heb ik het gevoel dat mijn voet een beetje op slot staat. Ik heb de hele tijd een neiging om mijn tenen naar beneden te bewegen. Dan krijg je een beetje dit idee. Ik vind het prettiger om die voetensteun andersom te zetten met de hoge kant onder mijn hak. Zo. Dat vind ik fijner. En een nevenvoordeel daarvan is dat de hoge kant, die is, mijn hak komt nou op de hoge kant, dus de voetensteun die kan ook een stukje omlaag, waardoor die weer stabieler wordt. Ga ik doen. Ik zet hem nou weer een trapje lager. Zo, ik zet hem weer voor mijn schouder. Met de lage kant nu naar voren en de hoge kant naar me toe. En mijn hak zet ik nou op de hoge kant. Ga ik weer kijken en ik zit weer helemaal zoals ik wil. De bovenkant van de gitaar
komt nu ongeveer halverwege mijn borst. En de hals van mijn gitaar loopt ongeveer in een hoek van 45 graden ten opzichte van mijn romp. Ik kan weer overal goed bij. En ik heb nou voor mijn gevoel een veel natuurlijkere houding, een veel natuurlijkere hoek tussen mijn voet en mijn onderbeen. Dat zijn twee manieren om je voetensteun neer te zetten en de manier om de hoogte van je voetensteun te bepalen. Doe er je voordeel mee. Veel succes! Vond je dit een waardevolle video? Klik dan op de subscribe knop hieronder. Hoe meer subscribers, hoe meer video's. In één keer goed. In één keer goed gewoon. Nou, het hoop dat deze nu wel geluid heeft. Hm? Deze moet wel geluid hebben, hè? Ja, jij ook niet? Ja, oké. Ja, nou. Ja. Hm? Je hebt goed gewacht. Ja, heel goed. Ja, hè. Ja, heel goed. Nu gaan we buiten. Ja. Hm? Goed zo. Deze maar uit. Wat een verhaal. Gewoon zo dus.